In een bergachtige omgeving hoort een persoon zijn echo 2,30 seconden nadat hij geroepen heeft. Hoe ver staat de persoon van de bergwand? We gaan dat even schematisch tekenen. Dit is de persoon die roept iets dat botst op een bergwand. Het geluid wordt weerkaatst en de persoon hoort dus de echo. Heen en terug, en dat gaat hier iets heel belangrijks zijn, heen en terug duurt 2,3 seconden. Dus we hebben onze gegevens. Gegeven de tijd is 2,3 seconden. De snelheid is ook gegeven. De snelheid van het geluid is 340 meter per seconde. En men vraagt ons welke afstand of hoe ver de persoon staat ten opzichte van de bergwand. Hoe ver is een afstand? Dus dat is delta S. Het geluid dat reist doorheen de lucht is een ERB, namelijk de snelheid is constant en de snelheid is altijd 340 meter per seconde. Dus de versnelling zal hier 0 zijn, maar dat hebben we niet nodig. We kijken naar de formule. De formule zegt dat de snelheid gelijk is aan afstand per tijd. Wat hebben we hier gegeven? We kennen de snelheid, we kennen de tijd en nu hoeven we enkel nog de afstand te berekenen. Dus dat wordt dit. Als de snelheid de afstand per tijd is, dan gaan we dit omvormen. We mogen die twee van kant wisselen. Je kan het ook in meerdere stappen doen, maar hier doen we dat in één keer. Dus delta S zoeken we hier. Excuseer, dus die delta T is hier gedeeld door, wordt aan de andere kant dus maal. Dus delta S is snelheid maal de tijd. En als we dat dan invullen, is dat dus 340 meter per seconde maal 2,3 seconden. Dan levert ons dat 782 meter op. Maar dat is de tijd heen en terug is 2,3 seconden. Dus de afstand heen en terug is 782 meter. Dus de afstand heen, zal ik hem hier noemen, is dus 782 meter gedeeld door 2 en dat is 391 meter. Je kan dit ook anders oplossen. Als heen en terug de tijd 2,3 seconden is, dan zou heen de tijd 1,15 seconden zijn. Als je die hier invult, 340 meter per seconde maal 1,15 seconden, dan bekom je meteen 391 meter.